Welkom bij de persbabbel na de wedstrijd. Lierse Anderlecht, gewonnen door de thuisploeg met 2-0. We beginnen uiteraard bij de bezoekende coach, meneer Van den Brom. Welkom. Graag uw analyse na deze wedstrijd. Ik vind dat we, vanavond heel slecht gespeeld hebben. We waren lusteloos in het spel. Ik denk dat er niemand uitgezonderd zijn niveau heeft gehaald. En dat zegt genoeg. En dan ben je als trainer ontzettend ontgoocheld. Omdat je je ploeg voorbereidt op een lastige wedstrijd. Omdat Lierse de laatste weken gewoon goed voetbal speelt. Dat ze makkelijk kunnen scoren. Dat ze veel kansen geven. Of nemen, maar ook veel ruimte weggeven. Nou, daar maak je dan je keuzes op als trainer. Om deze wedstrijd op de manier te beginnen zoals we dat gedaan hebben. Maar de conclusie, en dat is achteraf keihard, is dat niet goed uitgepakt heeft vanavond. En je hebt vanavond een heel slecht Anderlecht gezien. Dank u wel, meneer Van der Brom. Stanley, ook graag jouw analyse na deze wedstrijd. Ja, kijk, allereerst wil ik het elftal gewoon een enorm groot compliment geven. Als je een minuut voor het begin van de wedstrijd een speler uitvalt en je moet eigenlijk op gevoel moet je snel iemand inbrengen. En het elftal pakt het zo goed op, zo'n eerste helft, een groot compliment. De inzet was er, de manier van voetballen zoals wij willen, die was er ook. En dan speel je eigenlijk in mijn ogen een van de beste eerste helften, wat is het, van het seizoen, waarin je tegen een ander legt. Hoog druk zet, bij de keel grijpt, goed voetbalt en ook nog kansen creëert. En dat is eigenlijk jammer dat je in de eerste helft niet daar al het verschil maakt. Want ja, zonder Kaminski denk ik dat we toch wel 2-3 goals hadden kunnen maken. Enorm veel energie verbruikt. Dan weet je dat je de tweede helft dat je het lastiger krijgt. Anderlecht gaat meekomen. Je weet wat er in zo'n kleedkamer gebeurt. En dan moeten wij gewoon terug. We hebben een fase gehad waar we het heel moeilijk hebben gehad. Anderlecht toch mogelijkheden, kansen gekregen. Maar je weet dat ook onze counter op de loer ligt. En met een wat in je gelederen weet je dat een van die twee kansen een goal kan zijn. Je maakt 2-0. Terecht, denk ik. Als je het spelbeeld bekijkt over de hele wedstrijd, een dik verdiende overwinning. En een groot compliment voor het elftal. Dank u wel. Dank u wel, Stanley. Dan gaan we over naar de vragen uit de zaal. Er is een micro voorzien. Geen vragen. Rudy. Stanley, als je elftal zo blijft voetballen, dan kom je toch nooit meer in tegen dat Azië-gevaar? Nee. Maar dan moest elke week dit brengen, dan dan mogen wij niet in problemen komen, nee. Maar het is voetbal en ik. Kijk, het is heel fijn nu voor deze groep om de volgende wedstrijd te beginnen. Omdat ze met veel vertrouwen aan een wedstrijd beginnen. En dat geeft toch een setje in de goede richting. Gert. Stanley, was een baie diagne voor u ook zo'n verrassing als voor iedereen vandaag? Ja. We hebben hem erbij gehaald, omdat met Wanderson zijn we vleugelspits kwijt. Maar alleen nog voor Kouter als vleugelspits. En op een gegeven moment moet je hem, je weet dat je hem kan brengen voor in de spits. Om wat opportunistischer te gaan spelen. Maar hij moest er eigenlijk al gelijk in. En aan de zijkant, en je weet dat hij ook heel balvast is, sterk is, kopsterk is. Ja, dan is het alleen maar goed als zo'n jongen nog eens invalt, maar speelt en nog zo'n goaltje meepikt. Je zag ook dat de tweede helft het kaarsje heel langzaam uitging. Dat komt omdat hij ook maanden niet heeft gespeeld op dit niveau. Heb je dit eigenlijk zelf kunnen dromen, verwachten dat jullie zo'n knappe prestatie leverden tegen Anderlecht? Je gaat, kijk, we hebben Anderlecht bekeken tegen Mechelen, tegen Brugge heb ik ze zelf gezien. En je weet altijd dat er mogelijkheden liggen. Ik zeg altijd tegen een speler, zodat je in de wedstrijd blijft, of dat je in de wedstrijd komt en blijft. Dus ook
als je 1-0 achter komt te staan, blijf in de wedstrijd. Maar wat mij enorm verrast heeft vandaag is dat wij toch tegen Anderlecht... We wisten dat we zouden kunnen voetballen tegen Anderlecht. Totaal andere wedstrijd als dan tegen Kortrijk. Dat we zouden kunnen voetballen. Maar dat we zo goed voetbalden en kansen creëren, dat heeft me wel verrast. En je ziet wel heel langzaam een bepaalde frisheid weer terugkomen in het elftal. En naast een enorme strijdvaardigheid. En dat doet me enorm deugd, want ja, dat gaat toch wel in het voetbal.